en welkom bij weer een hele nieuwe Let's Play Wednesday video. Vandaag ga ik iets heel erg leuks doen, wat jullie enorm veel hebben aangevraagd. Ik ga namelijk voor het allereerst Plaxburg spelen. Ik ben er zo ongelooflijk benieuwd naar, maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven, alleen welke hand moet je ervoor gebruiken, dat hangt ervan af. Als je moest kiezen, wat vind je dan lekkerder? Burgers of pizza? Denk je zoiets van, pizza is echt mijn all-time favoriet? Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. En denk je, nee, burgers vind ik lekkerder? Gebruik dan je rechterhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er super nieuwsgierig naar. En dan gaan we nu meteen beginnen met de game. Hier zijn we dan. Ho, dat ziet er echt heel erg gaaf uit. Het is 7:30 ochtends en kijk, de zon gaat op. Het enige is dat ik er wel een beetje stinky uitzie. Dat is volgens mij niet zo heel erg goed. Nou ja, ik heb hier al een tijdje gestaan, dus misschien moeten we dat gaan fixen. Dit is volgens mij mijn huis. Oh my goodness. Oké. Okay. Maar ik moet wel toegeven dat ik Bloxburg ooit een keertje eerder heb geopend. Maar dat is het dan. Verder heb ik niet gespeeld. Oh, dit huis ziet er zo gaaf uit. Wat moet ik doen met mezelf? Misschien moet ik eventjes gaan douchen. Let's go. Oh, je kan ook echt gewoon naar de wc gaan. Ja, even plassen. Oh, en nu ben ik uitgehongerd. Oh my goodness. Je kan hier dus op klikken en het is een beetje alsof het The Sims is of zo. Wow, mijn hygiëne gaat omhoog terwijl ik op de wc zit. Dat snap ik ook niet helemaal. Laten we maar gewoon gaan douchen. Zoals een normaal persoon hier zo. Met je kleding aan. Sure. Oké. Nou, ik ben weer helemaal groen en zo. Dat is een stuk beter. Huh? Mijn gezicht is echt geel. Oké. Nou, ik wist niet dat ik er geel uitzag. Maar goed, dan heb ik nu honger. Dan ga ik gewoon eventjes naar de koelkast. Oh my goodness. Neem snelle hap. Neem ingrediënten. Snelle hap. Doe maar een appel. Ja, lekker. Kan ik dat betalen? Oh, blijkbaar kan ik het gewoon betalen. En ik kan erop klikken en eten. Woehoe. En nu verveel ik me. Nou ja, jeetje. Wat een saai kind is dit toch, zeg. Boost mood. Kan ik daarop klikken? Oh, daar heb ik Black Bucks voor nodig. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon een paar Black Bucks kopen. Hoeveel? Laten we gaan voor 2500. Dat is vast wel heel erg goed. En nu kan ik op Boost Mood klikken. Ja, let's do it. Yes! Oh, ik voel me alweer een stuk beter. Oh, yes! En nu kan ik eindelijk weer rennen. Oh, wat fijn, wat fijn. Super fijn. Oh, wat hebben we hier? Een kast met kleding en een bed en boeken. Dit is geweldig. Oké, het is echt heel erg leuk. Maar nu hebben we echt nog maar een klein dingetje gedaan. Gewoon naar mijn huis en ervoor gezorgd dat ik niet zo miserable ben. Waar is mijn garage? Heb ik geen auto? Nou ja, zeg. Voel me in ieder geval fantastisch. Dus dat is super. Dan gaan we maar gewoon eventjes op zoek naar... Ja, waar gaan we eigenlijk naar op zoek? Misschien is er een stad of zo waar je een auto zou kunnen kopen. I don't know. Ik heb hier behoeftes, werk en vaardigheden. Oké, leuk. We kunnen gaan werken misschien. Nou, het duurt echt zo ontzettend lang voordat ze eindelijk ergens naartoe is gekomen. Dus weet je wat ik ga doen? Ik ga op zoek naar waar je een auto kunt kopen. Oh, hier. Oh, dat ziet er goed uit. Oh, wat een leuke tent. Wat een leuke party tent. Vuurwerk. Nee, het is nog te vroeg in de dag om een vuurwerk te pakken. Maar Mike's Motors. Hallo Mike. Mag ik een auto kopen? Welkom. Waarmee kan ik je vandaag van dienst zijn? Ik zou graag een voertuig kopen. Ja, deze is 18.000. Wat? Hoe dan? En deze? En deze? 2500. Nee, ik heb net niet genoeg. Oh, ik heb net niet genoeg. Ik heb die appel gekocht. Ah, verdorie. Misschien een motor dan. Oh, dat is wat goedkoper. En deze is ook wel cool. Oh, die is zo schattig. Oh, maar die kost weer heel erg veel geld. Hier is een quad. Oké, weet je wat? We gaan voor deze. Een quad bike. Ja, ik koop hem. Je hebt net een nieuw item gekocht. Het is in je inventaris geplaatst. Ja, give it to me. Oké, ik zet hem hier zo onder de boom. Lekker in de schaduw. Geweldig. Bouw en decoreer. We kunnen ook gewoon bouwen. Nieuw, brievenbus. Oh, dit is wel een upgrade hoor. Dit is wel een upgrade. Oh, ik ben binnen jongens. Wat is het donker hier? Instrumenten, wat leuk. Ik kan een akoestische gitaar kopen. Ja, dat wil ik. Ja, play. Oh, prachtig gitaarspel. Ik kan zelfs spelen en lopen tegelijkertijd. Kijk mij nou eens eventjes gaan. Dan is het nu tijd om mijn quadbike uit te proberen. Ja, komt u maar hoor. Zo. Oh, dit gaat zoveel sneller. Oh, dit is zoveel beter, jongens. Wow, super fijn. Oh, ik ga meteen door de tunnel heen. Ik wil echt weten wat er allemaal te doen is hier. Woehoe. Nou, jongens, als jullie nog tips hebben voor Bloxburg. Dit is natuurlijk echt mijn eerste keer. Ik heb geen idee wat er hier allemaal te doen is. Maar dit ziet er gaaf uit. Zitten we hier zo bovenop een berg of zo? Wat is dit? Oh, is dat een kermis?
Oh my god! Ja, daar wil ik naartoe, daar wil ik naartoe. Hoe kom ik daar? Hoe kom ik daar? Oh, hier kan ik naar beneden. Ja, ouch. Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Ga een beetje snel hier zo. Oh, leuk het bruggetje over. Oh, ik zit vast. Ik zit vast. Zo, ja. Oké, het is me gelukt. En nu wil ik echt absoluut naar de kermis. Kijk nou eens eventjes. Hoe tof zou het zijn als ik in een achtbaan kan? Oh, wacht, dat kan helemaal niet. Er is geen achtbaan. Nou ja, maakt niet uit. Misschien kunnen we hier wel op gaan zitten. Wow. Oh, dit is echt zo ontzettend fijn. En kijk, hierboven staat dat ik gelukkig ben. Kijk nou eens eventjes naar dit uitzicht. Oeh, en hoe ontzettend kleurrijk dit is. Dat is toch geweldig. Oh, en nu zit ik vol met energie. Nou, I love it. En ik ga er uitspringen. Yes. Ik vraag me eigenlijk af of je kan zwemmen. We gaan het gewoon eventjes proberen. Wat zijn al deze mensen aan het doen hier? Hallo? Hallo? Rij met mensen. Waarom zitten jullie zo ontiegelijk dicht op elkaar? Dat is een beetje eng of zo. Creepy. Oh, ze zijn ijsjes aan het bestellen. Nou, ik dring eventjes voor hoor. Sorry. Jullie zijn een beetje raar. Ben's strawberry ice cream. Chocola of vanille. Oh, ik wil chocola. Geef dat maar. Ja, en eet. Njam, 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 njam. Oeh, ik had honger. Gelukkig maar. Gelukkig dat ik een ijsje heb genomen. En oh, dan moet ik deze weggooien. Kan ik dat gewoon zo... Ja, super. Ik ga weer terug naar mijn quad bike. Woehee. Oh, wat is hier dan? Kan je vissen? Kan je vissen? Hallo, meneer. Arr, speler, wat wil jij? Ik vind het trouwens echt heel erg grappig dat je dit spel dus in het Nederlands kan doen. Sommige dingen zijn goed vertaald en sommige dingen niet helemaal. Waar kan ik vissen? Arr, neem een vishengel aan je rechterkant en ga te water. Oké, we gaan lekker vissen hier zo. Oh, ik heb er al een. Wow, ik heb ook een leuk hoedje erop. Oh, mijn hele outfit is meteen veranderd, jongens. Oké, we gaan te water. En we gaan vissen. Let's do it. Ik zag geen enkele vis toen ik hier had gezwommen. Maar maakt niet uit. Ja? Gaat er wat gebeuren? Hallo? Visje, visje. Ah, oeh. Het is me gelukt. Ik heb een vis gevangen. Woehoe. Oh, dat was echt heel erg leuk. Helaas eet ik geen vis. Ik ben vegetariër. Maar het maakt niet uit. Kan ik nu... Oh, ik heb een betaling ontvangen. Working as a visser. Uitbetalen. Ja, dankjewel. Dat is genoeg om, zeg maar, een ijsje mee te betalen. Oh, wat leuk trouwens. Je kan gewoon werken in Bloxburg en echt geld verdienen. En met dat geld dat je verdiend hebt, kun je dus dingen kopen voor je huis. En je huis steeds mooier en groter en toffer maken. Ik begin dit spel te begrijpen, jongens. Maar ik heb natuurlijk een beetje vals gespeeld en gewoon geld gekocht met echt geld. En hier hebben we een vuurwerkstand. Jeetje, deze dingen zijn ongelooflijk duur. Oh, deze is wel leuk. Deze ga ik kopen. Wil je nu gebruiken van mijn inventaris? Nee, nog niet. Nog niet. Standard popper, die wil ik ook wel. Dat is redelijk goedkoop. En een sparkler. Kijk dat. Oh, wat leuk. Oh, dit is echt geweldig. Ik hou van deze. Deze sterretjes zijn echt mijn favoriet qua vuurwerk. Dus wat dat betreft, geweldig. Ik vind het echt heel erg leuk dat je dat kan kopen. En mini rockets. Oké, die koop ik ook. Yes. Ik denk dat ik eerst eventjes naar huis ga. En dan moet ik nu op bouwmodus klikken. Want ik heb dus dingen in mijn inventaris. Een raket. Steek lont aan. Ja, laten we dat doen. Is die aan? Is die aan? Ik kan beter maar gewoon eventjes gaan rennen. Daar gaat hij. Oh, het ziet er prachtig uit. En dat was het. Er gebeurde niet zo heel erg veel voor 300 Robux. Ik heb best wel lang gewerkt om die vis te krijgen. En dat was $16. En deze raket was, wat, 200? 300? Poeh. Echt heel erg veel. Oké, ik moet even kijken of ik... Ah, ik heb honger. Dus laten we naar mijn koelkast gaan en iets gaan eten. Oh, wacht eens even. Ik heb een fruitschaal. Kan ik hier iets van pakken? Ja, een banaan, een sinaasappel, een peer. Laten we gaan voor... Ah, druiven. Lekker, lekker, lekker. En eten maar. En nu gaat mijn honger omhoog of omlaag. Hoe noem je dat eigenlijk? Plezier is nog wel goed, energie. Weet je wat? We kunnen er gewoon op uit. Oh, ik heb een nieuwe... Oh, oh. Oh, oké. Okay. Ik heb weer de lont aangestoken. Hij komt dus de hele tijd terug. En go! Oké. Okay. Nou, weet je wat? Dat vind ik dan weer wel mijn geld waard. Gelukkig dat hij steeds terugkomt. Ik ga gewoon eventjes kijken of er misschien een leuke baan is voor mij. Kunnen we hier werken? Bij Bloxy Burgers in een burger joint. Dat zou ook wel heel erg leuk zijn. Maar wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer? Oeh, schoonmaker. Ja, ik wil altijd al een schoonmaker zijn. Hallo, mag ik een schoonmaker zijn? Yes! Ik wil schoonmaker worden. Afval, graffiti enzovoort. Is goed. Moet ik dan iets pakken? Oh ja, hier heb ik al mijn tools. Leuk, leuk, leuk. En misschien is het beter om maar gewoon eventjes rond te gaan lopen. Ik zie hier graffiti. Ik zie hier graffiti. Maak schoon. Zo.
Hupsakee, hupsakee. Oh, kijk er nou even goed. Wow, het is ook echt heel schoon. Haarstudio. Oh, dat zou ook wel leuk zijn om een baantje te hebben. Wacht, ik ben het nu eigenlijk al zat om schoonmaker te zijn. Bloxburg. Maar dit is eigenlijk wel hele mooie graffiti. Ik zou liever willen dat dit er gewoon is, maar ik moet het toch schoonmaken. Is er nog afval hier ergens? Oh ja, kijk, hier is een hoopje afval. Maak het schoon. Gaat u maar. Ja, lekker bezemen naast de afval. Dat is echt heel erg productief. En als allerlaatste hebben we hier nog een hoopje. Go, 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 Jamila. You can do it. Yes. Nou ja zeg, ik maak dit afval schoon en er komt hier graffiti. Ja, dag. Ik denk dat ik klaar ben met mijn baan hoor, jongens. Hup, weg. Oeh, $77 verdiend. Ja, is goed. Ik neem het. Weet je wat? Ik vind het leuk om een baan te hebben. Maar laten we dan wel een leukere baan vinden. Wellicht kunnen we bij de Pizza Planet werken. Oh, dit ziet er leuk uit. Hallo, mag ik een baan? Ik parkeer mijn quadbike gewoon maar eventjes hier. Ik wil graag werken. Neem een pizza. Oh, 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 oh. En hier is een pijltje. Oh, kan ik dan hierop gaan? Ja, hier is mijn motor. Ook zit ook al gewoon in de pizza outfit. Wat handig. Wat is het makkelijk om nieuwe baan te krijgen, jongens. Pijltje gaat ergens naar links. Oh, is het deze creepy man hier zo onder de... Oké, oké. Oh, hij ziet er echt heel erg eng uit. Enjoy. Nou ja, hier. Alsjeblieft. Fantastisch. Oh, kijk hem nou enthousiast weglopen met zijn pizza. Geweldig. Ik ben er alleen niet zo heel erg blij mee, zoals je kunt zien. Ik heb niet zoveel plezier meer. Niet zoveel energie. En best wel wat honger. Hallo, hallo, meneer de baas. Ik ben klaar met mijn pizzawerk. Geef mij maar gewoon een... Ja, doorgaan. Yes. $41. 1 pizza bezorgd. Geweldig. Ik vind het een goed betaalde baan. Soda of pizza slice? Ja, ik heb nu echt oprecht heel erg veel zin in pizza. Dus ik ga maar eventjes zitten en eten. Nam, 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 nam. Oké, ik heb hier nu mijn bord. Hup, weg. En terug naar mijn quadbike. Wat voor andere leuke banen zijn hier? Ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt top. Wat is dit dan? Funny furniture. Oh, hiermee kan je meubels kopen voor in je huis. Maar zou ik hier ook een baantje kunnen krijgen? Hallo? Wat een leuke meubels. Ik weet het, zegt Suzanne. Nou, dat was het. Ja, ik dacht als ik hier nou kan werken, dan geeft ze me gratis meubels. Oh, deze plant is leuk. Ik koop deze plant. We zijn weer in de bouwmodus. Heb ik nog een leuk plekje voor mijn plant? Ik wil heel graag mijn plant hier neerzetten. Oh, weet je wat? Hier zo. Dit is best wel een mooi plekje. Staat niet heel erg in de weg. Ja, oké, top. Oh, leuk. Ik ben echt heel erg enthousiast over mijn plant. Oh, wacht eens even. Volgens mij hebben we weer post. Eventjes klikken. Gooi een feestje. Bouwmodus. Permission and family. Gooi een feestje. Ik klik erop. Weet je zeker dat je een feestje wil gooien? Iedereen in de server zal worden uitgenodigd. Ja, ik weet zeker dat iedereen naar mijn basishuis wil kijken. En kijk, ik heb hele mooie vuurwerk. Kom, we gaan even wachten. Hallo, wie komt er naar mijn feestje? Wie komt er naar mijn feestje? Oh, misschien moeten we eventjes de tv aanzetten binnenin. Zo, zet aan. Ja, ja, heel erg leuk. We hebben genoeg boeken. Ja, laat ik de badkamerdeur maar even sluiten. Dat is wel zo netjes. Mijn huisje ziet er heel erg mooi en schoon uit. Ik wacht nog op bezoek. Hallo, is er iemand? Oh, oh. Hoi, ja, hallo. Timmy, kom je naar mijn... niemand wil naar mijn feestje komen, jongens. Ik heb echt een superleuk feest hier zo. Mijn deur staat open, al de lampjes staan aan. Ik voel me een beetje verdrietig. Ik heb zelfs 1 plakje met pizza hier. Weet je wat? Ik ga gewoon een hotdog eten. Yes, yum, yum, yum. En dan ga ik mijn deur sluiten. Laat maar. Ik wil al niemand bij mijn feestje hebben. Eet. En dan ga ik tegelijkertijd ook nog eventjes genieten van het vuurwerk. En go! Weet je wat? Mijn feestje, Party for One, vond ik wel echt heel erg leuk. Het begint alweer dag te worden en hier is de nightclub. Nou ja, weet je wat? We gaan gewoon even kijken of die open is, ook al is het niet nacht. Wow, wat is het donker hier? Oh, wat is dat? Oh, oh, dat ziet er gaaf uit. Yes! Dance, 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 dance. Ja, oké, mag ik hier werken? Hallo, ik kan wel eventjes met ze praten. Oh, maar je kan drankjes bestellen en zo. Maar dat wil ik niet. Ik wil geen geld uitgeven. Ik wil geld krijgen. Het ziet er in ieder geval heel erg gaaf uit. Ik heb nu alleen echt geen idee hoe ik hier uitkom. Huh? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dit? Deze, oh ja. Wauw, ik was bijna blind daar. Zo ontzettend donker was het. Is dat een school? Is dat een school? Oh nee, het is het gemeentehuis. Nou, dan wil ik ook nog wel eventjes binnenkijken wat er hier dan is. Oh, ik begin een beetje moe te worden. Zie je me gaan? Ja, nou, het ziet er prachtig uit. Maar er is niet zo heel erg veel gaande hier. Hallo? Is er iemand?
Hallo? Nou, dat was niet een heel erg groot avontuur. Weet je wat ik ga doen? Ik ga bovenop de berg klimmen. Is dat de grootste berg hier zo? Ja, we gaan het gewoon proberen. Ik weet niet precies hoe ik daar helemaal bovenop kan komen. Volgens mij moet ik weer terug het bruggetje over of zo. Oh ja, daar kwamen we vandaan. Ik wil van de berg afspringen, jongens. Woe, superleuk. Wacht eens eventjes. Wat is dit? Een grot. Oh, dit is zo cool. Wow. Oh, dat had ik echt totaal niet verwacht. Ik wil alleen niet vast komen te zitten met mijn quad bike. Ah, het is toch best wel lastig om hierin te rijden, jongens. Wat is er aan het einde van de grot? Je moet stoppen je voertuig te gebruiken als je dit wil doen. Oké, is goed. Ik stop al. Yes. Oh, dit is zo leuk. Er is hier een baan. En ik kan mijnen. Oké, mijn. Kunnen we goud vinden? Oh, dit doet me echt heel erg denken aan Minecraft. Oh, wacht eens eventjes. Ik heb een uitnodiging gekregen voor een party. Weet je wat? Omdat niemand naar mijn feestje wilde, ga ik naar haar feestje. Daar ben ik dan. Hallo. Hoi. Hoe is het feestje? Hoe gaat je feestje? Waar is je huis? Is dit haar huis? Nou ja, zeg. Wat is dit nou weer voor feest? Niemand wilde naar mijn feest gaan. Wat? Zij heeft niet eens een huis. Dat vind ik wel echt heel erg raar, jongens. Doneer geld. Oké, laten we gewoon eventjes $3 aan haar doneren. Want dat is ons cadeautje voor haar feestje. Ja hoor. Alsjeblieft. Nou, ze stinkt wel een beetje. En ik ook. Zo ontzettend heftig was dit feest, jongens. Ik ben weer terug thuis. En ik ben heel erg sloom aan het lopen. Het is wel belangrijk om eventjes te douchen. Dus dat gaan we nu meteen doen. Ik vind het wel heel erg zielig voor mezelf. Dat dat meisje met geen huis zoveel mensen in haar feestje kan krijgen. En bij mij kwam er helemaal niemand. Oké, dan ga ik nu gewoon eventjes slapen. Midden op de dag. Ja, prima. Maar ik heb toch wel die energie nodig. En ik ben er weer. Ja, op dit moment kan ik nu weer een stuk beter rennen. Gelukkig. Maar. We gaan nog één poging doen om helemaal op de berg te komen. Dus wat is een goede plek om de berg op te gaan? Oh ja, hier zo. Yes. Zo. Hupsakee. Ik moet een beetje voorzichtig zijn dat ik er niet van afval. En dan gaan we nu deze kant op. Ik hoop dat we nog hoger kunnen. Ja! Ja, 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 ja. Wow, deze berg is zo ontzettend hoog. En dan kunnen we via hier nog meer omhoog. Ja. Dit is zo tof. Jongens, zien jullie wat ik zie? Zien jullie wat ik zie? Dit is een glider. Wow. En dit is een ramp. Dus dan zou je eventueel via de ramp zo wee, er vanaf kunnen springen. Maar ik denk dat de glider toch wel leuker is. Oh, welke zullen we gebruiken? De gele of de blauwe? Ik ga voor de blauwe. Ik ga voor de blauwe. Go. Oh, en hij gaat ook meteen. Ho, oh, kijk nou eens eventjes. Oh, wat gaaf. Oh, dit is dus Bloxburg. Er is zo ontzettend veel te doen. Ik heb ook echt het gevoel alsof ik nog niet alles heb ontdekt. Nou, ik vind het in ieder geval echt een heel erg leuk spel. Er is super veel variatie. En steeds nieuwe dingetjes waarvan ik denk, wow, dit is echt geweldig. Geweldig. Ik ben zo ontzettend blij dat ik het spel heb geprobeerd. Oeh, het ziet er prachtig uit. Kijk nou eens eventjes. Woehoe. En ik geef dit spel dus 2 dikke vette duimen omhoog. Dit was absoluut en zeker geweldig. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, wat is jouw droombaan? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!